Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Hissab.nl, huwelijksbemiddeling. Jouw contact voor halal contact. Werd je voorgelezen voor het slapen gaan? Heb je een leescultuur in je huishouden? Bij ons thuis slingeren de boeken opzettelijk overal. Mijn vrouw is er gek van. Ze stoot haar teen overal tegen een boek aan. En ze zegt, ruim die dingen nou op. Want zij vindt eigenlijk, zij houdt van strakke dingen. Dus alles achter slot en grendel en achter mooie strakke kasten. En ik zeg, nee, die boeken moeten zichtbaar zijn. Die kinderen moeten overal die boeken vinden. Moeten op bed liggen. Het moet een puinzooi zijn als het gaat om boeken. Ik hoop dat mevrouw dit meeneemt. Ook hoort. Dus daarom ruim ik niet op. Nee, dat duidelijk is de reden. Ik ruim niet op vanwege Karim. Once you change your attitude, it changes your behavior pattern. And then you go on into some action. And then you go on into some action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Welkom bij wederom een aflevering van Dien en Dunya. Dien en Dunya podcast. Want Dien, dat moet je doen, ja? Like ons, deel ons, comment. Je kent het hele reuten met teut wel. En volgens mij, als jullie goed kijken, zien jullie iemand die eigenlijk de man of the hour is binnen de islamitische gemeenschap. Ook specifiek de Marokkaanse gemeenschap. Ik ben blij dat onze broeder Karim Amghar snel heeft kunnen schakelen in zijn drukke bezigheden. Alsnog is gekomen. Ik denk dat zijn vrouw niet blij is met mij. Hij moet zo meteen weer naar huis en op de kinderen gaan letten. Wat een schattige man, hè? Karim Amghar is docent, mbo, hbo, programmamaker. Nu heel erg hot is natuurlijk, naar mijn mening, eerste aflevering heb ik gezien, een mooie documentaire, Het Verhaal van Abdul Karim. Nodig is erover gezegd, gaan we kort ook op in. En ik wil vandaag inshallah ingaan op het levensloop van Karim zelf. Bepaalde trefwoorden hebben we samen even over gehad, telefonisch, waar we op in willen gaan. Onderwijs, ongelijkheid, diversiteit, radicalisme, criminalisering, alles erop en eraan komt aan bod. En nogmaals, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom Karim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. Ja, het is een eer om met jou aanwezig te zijn. En ik heb nooit een Colbert aan bij een podcast. En ik dacht van, wat ga ik vandaag doen om een beetje interessant uit te laten zien? Want jij bent iemand die altijd goed gekleed is. En qua uiterlijk verlies ik sowieso van je. Dus ik dacht van, ik ga een grijze Colbert aantrekken om een beetje op te vallen. En wat doet Karim? Ja, ik dacht, ik ga eens kijken wat jij aandoet. Dus ik vanochtend langs je huis gereden, naar binnen gespiekt. En ik zag dat jij dat grijze kobertje klaargezet had. Dus ik denk, ik moet toch wel met jou matchen. Dus vandaar dit kobertje. Precies. Nou, we zijn twins vandaag. Ja, leuk, precies, hè? Precies. Ja, alleen jij hebt wat meer haar dan ik. Ja, je hebt daar beneden wat meer. Dus het sluit allemaal goed op elkaar aan. Nogmaals een eer. Let's get started, want we hebben een beetje haast. Ja. Ik wilde eerst even weten, we hebben gewoon een paar standaard vragen als onze gasten uitnodigen. Niet bij iedereen, maar bij jou vond ik het wel leuk om even de standaard vragen te stellen. Als we gaan kijken naar de Koran, welke soera steekt er voor jou bovenuit of heb je een persoonlijke feeling mee? Dat vind ik heel lastig, want het zijn er meerdere waar ik een persoonlijke feeling mee heb. En misschien is dat het antwoord ook wel. Is dat bijvoorbeeld, om maar te beginnen met Sura Yasin. Is een sura van mij die tijdens het ziektebed van mijn vader heel veel werd gereciteerd. Door mensen die op bezoek kwamen toen hij heel ziek was. En toen hij dreigde ook te overlijden. Is in 2013 overleden aan kanker. En dat is een sura die, maar dat is heel gek. Maar dat is een sura die niet mij per se verdrietig maakt omdat ik mijn vader mis. Maar het is een sura die mij juist heel blij maakte en nog steeds heel blij maakt als ik het beluister en lees. Omdat het me doet denken aan hoe krachtig een gemeenschap kan zijn. Hè. Iedereen kwam over de vloer bij ons. Iedereen begreep ook wat we vaak na het overlijden wat minder goed begrijpen als we langskomen om ons verdriet met elkaar te delen. Dan blijven we soms net wat te lang hangen of blijven we eten, terwijl het allemaal dingen zijn die niet zo handig zijn. Maar voor het overlijden zijn we al wel heel sterk in. We komen langs, we verlichten de pijn, we reciteren met elkaar sura's. En ik kan me nog heel goed herinneren dat er iemand langskwam en die had een glas water en die reciteerde Sura Yasin.
met het glas water in zijn hand en zei toen tegen mijn vader, drink dit glas water. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Ik vond het wel heel mooi. En dat is een soort waar ik heel veel mee heb. En in de Ramadan probeer ik altijd de Koran van kaf tot kaf te lezen. En ik moet zeggen, in het Nederlands. Mijn Arabisch is nog niet zo heel erg goed. Mm-hmm. Ik probeer het wel. Mm-hmm. Ik moet ook gewoon heel snel weer wat lessen gaan volgen. Maar dat vind ik Surah Waqia ook wel heel erg mooi. En die vind ik vooral heel mooi omdat dat even uit het afmoment, ik ben helemaal geen islamwetenschapper. Ik heb helemaal niet zo heel veel kennis over de islam. Als dat heel veel andere mensen dat wel hebben. Maar bij deze Surah heb ik wel altijd het gevoel dat het voor mij de schoonheid van de Jannah weet te omschrijven door hoe voelen we ons daar? Hoe zitten we daar? Ja, magnifiek is het, hè? Ja, ik vind zo'n bijzondere sora over, maar ook over kleuren. Hè? De kleur groen, een kleur goud en waar we dan op zitten en wat we dan drinken en dat soort dingen. Dat zijn, ik kan hem niet heel goed meer voor me houden. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar dat is een sora die en ook de wat minder goede dingen over de hel weet te omschrijven. Waarvan je toch ook wel weer denkt van, oh ja. Waar wil je dan voor gaan? Zeg maar. En dat is wel... Laat ik dan houden op die twee. Twee sora's vind ik mooi, wel... Die raken mij persoonlijk. Of Surah Yasin, je had over je vader. Was jij 22, 23 toen hij overleed? Ja, 2013. Ook terugrekenen. Het is niet 2022, ik ben 33. Dus dat is 10 jaar geleden. Ja. 10 jaar geleden. 23. Ja, 23. Ja, ik was ook 23 toen mijn vader overleed. Ja. Ja, had je niet het gevoel, want die gevoel had ik wel, van... Ja, ik ben nog niet getrouwd. Ik was toen ook niet getrouwd. Mm-hmm. Van dat je dan ook nog wat advies en wijsheden van je vader zou kunnen meekrijgen als getrouwde man en zo. En ja, dat is wel iets... En ben jij de oudste? Ja. Ja, ik was niet de oudste. Okay. Ik ben nog steeds niet de oudste. Ik heb 7 broers. 7 broers. Dus ik heb wel heel veel advies... Aha, kunnen krijgen van mijn broers. En ik heb 2 zussen en heb ook heel veel adviezen van gehad trouwens. Ja. Maar ik had wel, wat ik nog steeds wel heel erg jammer vind, is dat hij overleed op het moment dat ik net in de lift was. Toen net mijn leven aan het beginnen was. Ik voel hem. Ik was net aan het stoppen met de dingen die niet oké zijn. Hè, om het maar zo te noemen. Ja. Niet veel te praten over mijn zondes. Maar daar was ik net uit. Ik was net van plan om te gaan trouwen. Ik was net met van alles en nog wat bezig. Ik was net in de lift op het gebied van mijn carrière. En hij heeft me eigenlijk het grootste deel van mijn leven gekend als zeker in de puberteit, waarin ik niet de makkelijkste was. Nee. En als mij iets daarvan bijgebleven is dat je nooit moet uitgaan van het slechte als je iemand ontmoet die misschien niet altijd even goede dingen doet. Ja. Omdat als je mij had ontmoet op mijn 16e, denk ik, en misschien ook wel op mijn 20e, denk ik ook, dan hadden heel veel mensen van mij gedacht, klaploper. Gaat niks worden. En op religieus gebied zou hij ook helemaal... Dus doet hij het helemaal niet goed. Nee. En niet dat ik het nu wel goed doe. Nee, maar ik begrijp het. Doe mijn best. De volwassenheid die was er toen de tijd niet. Precies. Ja. En dat onderschat dus mensen niet hoe het leven kan gaan. Ja, gaan we zo inshallah misschien nog wat duidelijker op in. Tweede vraag, welke ik ook aan mijn gasten stel. Jouw favoriete sahabi? Of waar je een link mee hebt, of in ieder geval waar je tegenop kijkt, of ja, iets. Vind ik ook heel lastig. Ik denk dan toch de zachtheid van Abu Bakr. Radhiyallahu anhu. Die in mijn ogen, los van de beste vriend van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, veel meer dan dat was, maar ook een voorbeeld voor velen van ons aan zachtheid. Maar tegelijkertijd wil ik Omar radhiyallahu anhu ook niet tekort doen, omdat hij de strijder was die we nodig hadden in die tijd om sterk in onze schoenen te staan. Omdat ik vraag wel eens aan mensen in mijn omgeving, hoe kan het nou klinkt heel gek, hè, dat de islamitische gemeenschap is best wel een sterke gemeenschap. We hebben best wel een... We hebben best wel een wereldwijd, dat zegt imago van de moslim, of van de moslims, moet ik zeggen, niet de moslims, de gemeenschap, is best wel
ja, ik zou bijna willen zeggen, krachtig. We zijn ride or die. Ik bedoel, het is echt gewoon schouder omhoog, kin omhoog, schouders naar achter, weet je. We zijn wel sterk. En dat is ook wel de reden waarom volgens mij heel veel jongeren, ook al doen ze misschien niet altijd de beste dingen in het leven, is het wel zo dat ze bij die identiteit willen horen. Dus ze willen bij die identiteit horen. Ja. En ik denk dat, nou ja, ik ben helemaal geen islamwetenschapper. Ik zou het heel cool vinden als iemand die dat wel is en hiernaar kijkt, denkt, oh, hier wil ik wel op reageren. Ja. En ik laat in de comments. Laat ik een artikel achter dat bewijst. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel komt naar aanleiding van bijvoorbeeld Omar, die zoon, dat was een enorme strijder. Die, ja, en ook uit het Ottomaanse Rijk waren er genoeg mensen die krachtig waren, die sterk waren, die dat lieten zien. Ja. En daar zijn we hem weer heel dankbaar voor. Dus ik denk dat die twee voor mij in hardheid, maar ook in schoonheid en zachtheid laten zien. Ja. Mooi, duidelijk. Laatste vraag hieromtrent in de koers van islam natuurlijk ook. Je favoriete profeet buiten de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Jij stelt mij echt lastige vragen. Dit zijn vragen die ik normaal nooit krijg namelijk. Hè? Dus ik zit ergens in een talkshow bij Bo of bij Jinek of bij Op1. En dan ik zie niet Pauw of een ander zulke vragen stellen en met jou meepraten en Ayat reciteren. Oh ja, dat kan. Ja, dat klopt. Dat herken ik. Maar het zou wel mooi zijn. Het zou mooi zijn, inshallah. Als ik dat een keer zou doen, wellicht een keer. Een nieuw project nu weer voor jou, Karim. Ja, precies. Ik wil wel meedoen. Wordt er misschien niet een dank afgenomen door de gemiddelde kijker. Maar los van alle gekkigheid, ook deze vind ik heel lastig om te beantwoorden. Want ik heb sowieso, ik heb helemaal niet zo heel erg veel kennis van het leven van alle profeten. Wat ik wel een aantal Ramadans heb gedaan, wat ik altijd heerlijk vind om te doen, is los van lekker veel lezen, want ik hou van veel lezen, maar ik hou ook veel van het luisteren naar podcasts of luisteren naar in dit geval de serie van Mufti Menk, waarin die de profeten in 30 dagen afgaat. En dat is echt een aanrader voor heel veel mensen die dat nog niet gezien hebben. Twee is echt een aanrader. Eén, gewoon een tranentuiter. Ik weet nog dat ik werkte op de heftruck. Okay. Bij Mooi Logistics in Waddinxveen. En in de Ramadan werkte ik heel veel. En altijd lekker mijn oordopjes in. En het is een YouTube-serie. Dus ik moest er ook voor zorgen dat ik niet te veel aanraakte in mijn broekzak. Weet je wel? Gratis we kennen kijken, dat. Ja. Gratis luisteren. Geen Spotify dus. Nee, precies. Toen niet, nee. Ja. Dus dan had ik hem in mijn zak. En dan luisterde ik. Het eerste dat ik deed was de serie over de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. 30 dagen. Waarin ik heb de profeet nog nooit zo goed leren kennen als in die 30 dagen van de serie. Nou, het was niet 30 dagen. Ik heb ze heel snel geluisterd. Achter elkaar geluisterd. Ja. Van Mufti Menk. Van prachtige verhalen van waarin hij, sallallahu alaihi wasallam, zijn eerste vrouw verloren, Khadija. Maar kort daarna ook, correct me if I'm wrong, want hier maak ik vaak de fout in. Zijn oom of zijn opa verloor? Zijn oom. Zijn oom heel kort daarna ook verloor. Een paar dagen daarna. En toen was hij, en het raakt me altijd nog, toen was hij zo verdrietig. Ja. Even in mijn woorden, ik zeg het in mijn woorden en ik hoop dat mensen me vergeven als dat niet goed is. Hij was zo verdrietig, maar hij moest toch nog het woord gaan verkondigen. Juist. Dat hij naar een dorp toe ging en dat hij toch het woord ging verkondigen. En dat dan iemand van Quraysh eerder dan hem, sallallahu alaihi wasallam, daar terecht kwam. En ging zeggen, ja, en er komt een dwaas naar jullie toe en die gaat jullie slechte woorden verkondigen. Laat jullie kinderen op hem spugen en stenen gooien. En dan weet ik nog wel dat hij, dat raakt me altijd nog weer, is dat hij dat dorp inging. En dat hem overkwam. En dat hij toch het dorp uitging. En dat hij zich verstopte achter een steen. En dat toen, even in mijn woorden, alles aan het halen, zo kwaad was. Dat de aartsengel Jibril kwam in zijn echte gedaante. Ja. En dat omschreven werd door Mufti Menk. Dat zijn vleugels van horizon tot horizon gingen. En dat hij zei tegen de profeet, sallallahu alaihi wasallam, zei, zeg mij wat ik moet doen met dit dorp en ik doe het met dit dorp. Je moet je voorstellen, iemand komt, ik doe met het dorp wat jij wil. Ja. Moet ik het optillen, omdraaien, naar beneden laten vallen? Moet ik er grote rotsen van crushen, vuur? Ja, dat wat je wil, doe ik ermee. Dat hij zei, nee, doe maar niks. Ja. Want misschien komt er wel één iemand uit het dorp die gelooft. Nou, dat zijn van die verhalen die mij echt enorm geraakt hebben. Wat ik iedereen aanraad om die podcast te luisteren. Maar wie is mijn favoriete profeet? Naast de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Mooi verhaal trouwens. Verhaal van Taif, voor degene die het willen weten. Is een hele mooie verhaal. Ja. Hij zegt het dorp uitgejaagd met stenen bekogeld. Ja. Bloed tot aan de dijen, noem maar op. Ja. En, een stukje tand volgens mij ook.
verloren of niet? Dat zou kunnen. Bij Ochot weet ik zeker dat dat is gebeurd, maar dat, het feit dat ze... Ik haal dingen van, door elkaar. Maakt niet uit. Misschien heb ik het ook fout hoor. En dat is gewoon echt wat je zegt, op het de heetste van de strijd, ja. Op dat punt, terwijl je gewoon alles met je mee hebt om te zeggen van, weet je wat, maakt ze allemaal af. En ik heb al verdriet en ik heb al woede, ik heb al die en die verloren. Ik heb mijn vrouw net verloren, mijn oom, mijn geliefde net verloren. Ja, dat, en dan kan ik, dat zijn dan voor mij lessen dat ik denk, oh, hier kan ik als mens... Ja, die sabber. En die kan ik in één keer denken van, wow. Gast, waar? En dan zit ik over te zeuren? Zit ik ruzie te maken met iemand over kleine dingen die nergens over gaan. Ik ben beledigd door iets wat hij gezegd heeft. En dan zijn dit voor mij de grootste lessen. Ja. En dan denk ik dat ik dan toch kies voor de profeet Ibrahim. En daar kies ik dan voor. Ook gewoon omdat het gewoon hij voelt een beetje als een soort papa van iedereen. De vader van de monotheïsten. Of misschien is dat ook wel de omschrijving, maar zo voelt het bij mij. Het voelt meteen als een soort vader van iedereen. Maar ook wel door de manier van omgang met Ismaël. Ja. En de manier van omgang met Hajar. En Hajar, mijn dochter, heb ik daarna vernoemd naar het verhaal. Ja. Nadat ik ook die 30 verhalen over de profeten... Ja. Hoorde van Mufti Menk. En toen dat ene verhaal over Ibrahim. Toen vond ik het. En ik zeg heel, heel oneerbiedig, want ik moet dan zeggen. Radiallahu anhu, wat moet ik zeggen? Salam. Alayhi salatu salam. Dat. Zo zie je maar. Het kan wel. Je doet je. Ik doe het best. En je doet het goed. Respect. En hij ging toen. Ging hij mee naar de woestijn tussen twee palmbomen of zo. Zo werd het omschreven in dat verhaal. Waarin hij haar achterliet. Ja. Maar ook hoe hij haar verkreeg was zo bijzonder. Hè, met die koning in Egypte. Ik raad iedereen aan om het voor zichzelf te luisteren. Ja. Ik ga het niet spoileren, maar ik ga het niet zeggen. Ga het luisteren. Want echt, dat is echt de voornaamste. Nou, dat is niet voornaamste. Is gewoon de reden waarom ik mijn dochter Hajar heb genoemd. Wow. Omdat het zo'n powervrouw is. En nu is zij 5. En dan kan ik haar vertellen. Ik heb jou vernoemd naar een superheld. En dan zegt zij, wat een superheld. Wat was haar superkracht dan? Ja. Nou, ze was heel sterk en ze kon heel goed praten. En ze had niet zo per se superkrachten. Maar ze was wel echt super sterk en heel zelf. Verzekerd, want dat moest ze zijn toen die hele karavaan bij haar terecht kwam. Ja. Nou, ik denk spreek dat ik dan zou moeten kiezen voor Ibrahim. Wow. Wow. Mashallah. Nou, veel geleerd. Die energie slaat gewoon over op mij. Ik wil dus wel Mufti Menk. Ik check nooit Mufti Menk, omdat ik telkens als ik iemand vraag, want ik ben ook bezig met de broeders en zusters te koppelen, en dan is er ook een vraag van wat wil je graag terugzien in een zuster of een broeder qua praktiserende gehalte? Dan zegt ze dit en dit en dit. Ik zeg van Hoe ben jij met islam nu op dit moment? Kun ik je zeggen dat je gewoon praktiserend bent of video's checkt of whatever? Hij zegt, nee, ik ben praktiserend. Ik zeg, oké, wat doe je aan het praktiseren? Ja, ik check Mufti Menk video's. Ik dacht, oké. Ik ben dat misschien nog wel, alleen dan misschien een klein plusje mag je erachter zetten. Maar jij checkt niet de 3 minuten video's, jij checkt de series, wat anders. Ik check wel echt de series en die zijn ook dus echt. Er zit een verschil in, duidelijk. Oké, dankjewel. Over naar jouw levensloop, is het zo, je bent geboren en je dacht van oké, ik ga meteen docent worden en ik ga meteen programma's maken. Nee, helemaal niet. Sterker nog, ik heb eigenlijk tot zeker mijn studententijd, aan het einde van mijn studententijd, zelfs een bloedhekel aan onderwijs gehad. Oké. En ook een bloedhekel aan media. Zelfs gewoon ook echt wantrouwen van media, wat heel veel mensen ook hebben. Dus dat mainstream media wordt niet vertrouwd. Er zit een agenda achter en dat soort zaken. Is dat ik misschien de kortste samenvatting is geboren in Rotterdam, maar woonachtig in Blijswijk mijn hele leven, nu nog steeds. Ben je Feyenoorder of niet? Nou, als je me zou vragen, je moet kiezen voor een club, dan zou ik toch kiezen voor Feyenoord. Als ik het eerder had geweten. Dan zou ik niet mogen komen. Maar ik ben wel een liefhebber van voetbal. Laat ik dat voorop stellen. Ja. Dus ik kan genieten van Ajax in de Champions League. Heel goed. Ja, dat is hem. Love it. Laat ik dat voorop stellen. En woon in Blijswijk. En mijn hele leven daar ook gewoon, gewoon geen ziekenhuis in Blijswijk. Dus daarom moesten we uitweiden naar Rotterdam.
En een haat-liefde relatie met het dorp, want het is een vooral enorm wit dorp. Okay. Heb ik ook veel moeten meemaken. Discriminatie ook? Heel veel, ook op dat gebied meegemaakt. Maar tegelijkertijd ook heel veel mensen juist gehad die dat niet hebben en die daar elkaar tegen strijden in het dorp ook. Hè. Okay. Maar ik zie het ook als een soort taak voor mezelf. Dus ik adviseer de burgemeester ook van Lansingerland heel veel op het gebied van diversiteit en inclusie. Omdat ik hoop dat die dorpen die geweldig en prachtig zijn en de mensen heel lief zijn, dat die nog meer geëducateerd worden. Mm-hmm. Op het gebied van diversiteit en inclusie. En ze zich ook bewuster worden van uitspraken. Zoals, hey Turk. Of, waarom ren je zo snel? Heb je een fiets gestolen? Dat zijn allemaal van die standaard uitspraken die in een dorp gewoon gebruikelijk zijn. Mm-hmm. En dat kan gewoon een enorme impact hebben op onze kinderen. Mm-hmm. En nu moet ik zeggen, ik ben dat al lang ontstegen. Mm-hmm. En als ze mij in het dorp zien rijden, heb ik al lang dat ze mij met heel veel respect behandelen. Maar dat wil ik ook voor mijn buren die het wat minder breed hebben. Ja. En die toevallig ook Marokkaanse roots hebben, zeg maar. Ja. Daarna heb ik mijn basisschooltijd gehad. Ik heb op een katholieke basisschool gezeten. Met weinig diversiteit ook. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik in groep 8 ondergeadviseerd werd. Ik haalde HAVO-VWO, maar ik kreeg het advies om naar VMBO-K te gaan. Daar heb ik een serie over gemaakt. Karim pakt zijn kans. Ja. Voor de NTR kan iedereen nog excuus, kijken. Excuus, ik zei grijp, maar pakt zijn kans. Pakt zijn kans, excuus. Ja. Karin, pakt zijn kans is het. Ja, want wij buitenlanders grijpen. Ja, pakt, snap je? What mine's in mine's, what yours is mine's. Ja, dat maakte ik dan mee. En toen heb ik een klein beetje in een dal gezeten. Korte samenvatting, een klein beetje in een dal gezeten. Heb ik dingen gedaan die niet oké zijn. Ja. Op het gebied van criminaliteit en op het gebied van radicalisering. En daarna heb ik twee mbo-opleidingen versleten. En mensen moeten zich niet schamen om een mbo-opleiding te doen. Want ik heb een enorme liefde. Mijn grootste liefde ligt in het mbo-onderwijs. Niet per se alleen het onderwijs, maar ook nog specifiek het mbo-onderwijs. De motor van onze economie. Meer dan 500.000 studenten. HBO, WO bij elkaar zijn het nog geen 175.000. Oh, really? Oké, dat zijn hele verrassende feiten voor mij. De motor van onze economie. Als zij wegvallen, is het klaar. Maar als HBO, WO wegvallen, is het niet klaar, maar gaat het wel heel slecht. Mm-hmm. Maar het zijn echt serieuze cijfers. Het is gewoon meer dan het dubbele zit op het mbo. En maar krijgen niet de waardering die ze horen te krijgen. Zo ook nu met ministerschappen. Er is een minister voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs. En er is een minister voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Waar is het mbo-onderwijs gebleven, jongens? Ja. Die valt dan, dat zal waarschijnlijk bij hbo-wo gaan vallen. Maar ik vind dat een schandalig iets. Je moet daar gewoon van maken. Mbo, hbo, wo, minister, punt. Ik heb er twee van versleten. Gewoon 80% afwezig, omdat ik me gewoon niet thuis voelde. Uiteindelijk kwam er een broer naar me toe. En dat zie je eigenlijk als rode draad door mensen die ondergeadviseerd zijn, die uiteindelijk eruit geklommen zijn. Een hand op mijn schouder. En die zei toen tegen mij, joh, je bent gewoon, je zit niet op je plek. Je moet iets anders gaan doen. En die zei, je moet naar het hbo gaan. Ik kan me nog heel goed herinneren dat er broers waren die mij uitlachten op dat moment. Die mij nu omhelzen en mijn voorhoofd kussen. Niet omdat ze zoveel respect voor me hebben, maar omdat ze van me houden. Nice. En die denken, wauw, wat heb je toch ver geschopt. Zo ook voor alle luisteraars en kijkers, onderschat jezelf ook nooit. Weet je laat je nooit gek maken. Ja. Toen ben ik naar het hbo gegaan, toen heb ik communicatie en media gedaan. Toen ben ik doorgaan studeren, heb ik pedagogiek en didactiek gedaan. En ben ik het onderwijs ingegaan. Maar voordat dat gebeurde, voordat ik het onderwijs inging. Want ik kan me voorstellen dat jij denkt, waarom ben je nou de fuck it? Sorry, waarom ben je het onderwijs ingegaan? Piep. Piep, inderdaad. Waarom ben je het onderwijs ingegaan? Nou, dat kwam omdat ik bij een Amerikaans bedrijf ging werken. Anderhalf, twee jaar ongeveer. En ik vergeet nooit meer. Het is gewoon feitelijk wat er gebeurde. Ik bedoel, ik hoop dat niemand zich beledigd voelt. Nee. Ik werkte daar anderhalf jaar. RGIS heet het bedrijf. En ik groeide heel snel door. Wij niet-westerse Nederlanders groeien vaak op in een huishouden met veel hiërarchie. Wij weten heel goed wat voor respect we voor onze vaders en onze moeders moeten hebben. No way dat we... De islam leert ons geen oef, mag je uitspreken naar je ouders. Ja. We kussen de voorhoofd van onze moeder. We weten onze broers staan respect, hoger in de hiërarchie. Respect, eerbied, precies, is echt belangrijk. En in een Amerikaans bedrijf is dat niet anders. Same old, ja. Precies, dus pak aan, netjes. Ja meneer, tuurlijk baas. Ja baas, nee baas. Dat soort dingen. Ja. Dus ik groeide heel snel door. Lievelingetje van het bedrijf. Werd recruit met een trainer specialist. Dat is eigenlijk een heel mooi term. Die Amerikanen weten ook altijd hele mooie termen te geven aan jobs die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Zelfs van oorlogen en projecten. Ja, precies. Niet alleen mooie dingen, inderdaad.
En toen, ik was verantwoordelijk voor het trainen van mensen en het aannemen van mensen. Vergeet nooit meer. In mijn eerste week had ik mijn eerste gesprek met een kandidaat die ik zou gaan aannemen. Ik had zijn cv en motivatiebrief gezien. Echt serieus, om je vingers bij af te likken. Okay. Ik had zijn spullen al besteld. Ze hadden mij geadviseerd, doe dat nou nooit. Eerst gesprek voeren. Ik had zijn spullen opgesteld. Ja. Badge, kleding, schoenen. Het komt wel goed. Ja, het komt goed. Ik heb het gezien, ik heb het gelezen. Ja. Was een niet-Westerse Nederlander. Marokkaanse Nederlander, moet ik zeggen. En die jongen die komt op gesprek. Ik had hem uitgenodigd voor 11 uur. De meeste mensen komen om 10 voor 11, 10:45. 11 uur niemand, 10:55 niemand, 10:45. Ja. Ik zeg, kom binnen. Er komt iemand binnen. Gucci petje op. Hij doet zijn hoofd naar binnen. Hij zegt tegen mij, Ewa. Ik zeg tegen hem, pardon. Ja. Ik was ook wel een beetje teleurgesteld in de dal van verkaasd zijn, moet ik eerlijk bekennen. Want ik dacht meteen, hoe doe je, Ewa? Okay. Pardon, weet je wel. Stel nergens op. Ik ben dat nu wel weer ontstegen trouwens. Ik was echt in zo'n dalletje ook. Je bent ook weer aan het de-Hollandiseren. Ja, ja. Ik ben een beetje mezelf aan het worden, zeg maar. Ik ben echt mezelf aan het ontdekken. Maar dat was echt zo'n moment dat ik, oh, pardon, zei ik tegen hem. Zij zegt, ja, je bent ook Marokkaan, toch? Ik zeg, ja, oké, en dan? Dus hij komt binnen, had een trainingspak aan, had Nike Max schoentjes aan, hij ging op zijn stoel zitten. Hij zat zo op zijn stoel, weet je. Lekker, heerlijk. Dus in principe ontspannen. Ja. Dit zegt trouwens nog niet dat hij een slechte werker was. Nee. Maar het zegt wel wat over zijn sollicitatieskurs. Ja. Dus ik zei meteen tegen hem van, joh, weet je, dit werkt niet, joh. Ga maar weg, weet je. Hij zegt, hoe bedoel je, ga maar weg. Ik zeg, joh, dit heeft geen nut, wegwezen. Dus hij staat op, hij gaat weg en hij is boos op mij, jongen. Kaaskop, middelvinger ook nog opgestoken. Ja. Ik was ook boos op hem. Ja, ik dacht, waarom heb je niet voorbereid? Ja. Dus ik loop naar hem toe, gelijk geleerd, als iemand boos is, moet je hem niet aanraken. Greep hem bij zijn arm, hij rukt zich los. Ik zeg tegen hem, waarom ben je nou niet voorbereid, man? Hij zegt, hoe bedoel je, waarom ben je niet voorbereid? Ik zeg, hebben je ouders je niet voorbereid? Hij zegt, joh, mijn ouders spreken geen Nederlands. Dan dacht ik, dat had ik ook. Ik zeg, maar dan heb je toch altijd je broers en zussen nog? Toen zei hij, ik ben de oudste. Dan dacht ik, ik heb wel broers en zussen gehad die mij konden helpen. En die helpen mij ook altijd bij dit soort gesprekken. En toen zei ik, maar dan heb je toch altijd school nog? En toen zei hij, ja, school heeft me geholpen met die mooie cv en motivatiebrief. Gelikt zag het eruit. Ja, gelikt. En jij viel ervoor van zonder te praten. Precies, ja, maar zijn skills waren ver te zoeken. Zijn omgangsvormen, zijn social skills waren ver te zoeken. Dus ik belde die school gewoon gelijk op. Ik zeg, sorry voor mijn taalgebruik, ik wilde bijna weer iets zeggen. Van wat kan met dit? Ja, ik zei, wat is dit? Kom op, man. Ja. En die vrouw werd ook boos op mij. Ja, wat denk je nou wel niet? En je weet niet hoe het onderwijs in elkaar zit. Ik zeg, ik weet wel hoe het onderwijs in elkaar zit. Ik zeg, jullie moeten dit soort jongens en meiden die dit soort skills niet per definitie vanuit huis meekrijgen, moeten jullie helpen om ze dat te leren. En want even voor de beeldvorming, voor de kijker thuis. 60% van je leren doe je gemiddeld buiten de vier muren van je school. Ja. 40% van je leren doe je binnen de vier muren van je school. Dus, dit weet ik trouwens ook pas sinds ik onderzoek gedaan heb naar kans en ongelijkheid. Hè? Ja. Maar ik dus naar die school boos hangt op. Een week later belt die vrouw mij op, Jacqueline Valand. Ik vergeet nooit meer haar naam. En geweldige vrouw, want ze belde mij op. En ze zegt hem tegen mij, sorry, ik had niet zo tekeer mogen gaan tegen je. En je hebt eigenlijk wel een kern van waarheid. Wil je een keer op gesprek komen om met mij hierover te praten? Okay. Dus ik op gesprek. En een maand later werkte ik in het onderwijs. En daar heb ik nooit een dag spijt van gehad. Apart dan dat je van een commerciële organisatie, waar je wel een soort van furoren maakt, heel snel omhoog gaat. Ja. Dat je auto van de zaak, telefoon van de zaak, goed alles salaris, erop en eraan. Bonussen. Ja, en dat je toch gaat naar onderwijs, dat zegt meer ook iets over jouzelf als persoon. Dat je ervan houdt om met mensen te zijn, te communiceren en mensen te zien groeien. Dat ze maximaal uit hun capaciteit gaan halen. En dat is wel, naar mijn mening, prijzenswaardig. Ik zeg altijd, ik heb van mijn vuur mijn pijn gemaakt. Ja, ik las dat laatste artikel in de krant, waarin dat ook gewoon, het is echt zo, ik heb gewoon gekeken, wat mijn pijn is dat ik hulp nodig had. Ik had iemand nodig die een hand op mijn schouder zette. We zijn groter dan alleen de ik, weet je wel. We hebben overal een grote community. Ik heb, als ik één ding geleerd heb van de directeur van de NTR, en ik bedoel, je onderschat niet van wie je dingen kunt leren, is die heeft geleerd, Karim, je bent niet maar één iets. Ja. Je bent een moslim, je bent een Marokkaan, je bent een MSR, je bent een refijn, je bent een Nederlander, je bent een man, je bent een 33-jarige, je bent een vader, je bent een echtgenoot,
Je bent een blijswijker. Nou, van alles, weet je. En je bent de gast bij Dina Dunia. Je bent gast hier. Dus jij hoort nu dus ook tot mijn community. Als je niet altijd mijn community als broeder hoorde. Ja, mashallah, dus dat het en al die communities zijn allemaal kleine communities. En misschien wel hele grote communities die elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen versterken. Ja. En van haar leerde ik dat, van Willemijn Francissen. En ik leerde ook van Farid Azarkan. Dat had ik ooit echt jaren geleden, voor zijn periode bij Denk zelfs, had ik een gesprek met hem. Ja. En hij maakte gewoon tijd voor me vrij, omdat ik een hart voor het onderwijs heb. En hij ook. Ja. Hij heeft ook gewoon nog steeds een hart voor het onderwijs. Ja. En toen zei hij tegen mij, Achie, Karim. Wat je zou moeten doen, wat wij moeten afleren, is als wij een boardroom inkomen. Stel, we lopen een boardroom in. Mm-hmm. Is dat wij nu, ik weet niet precies wat hij bedoelde met we, maar hij zei, als we nu een boardroom inlopen en we zien 6 mensen, waarvan 5 Westerse Nederlanders en 1 Marokkaanse Nederlander bijvoorbeeld. Of 1 moslim. Laten we het betrekken op groter. En we zien 1 moslim in die ruimte. Hoe we hem herkennen of haar herkennen, weet ik niet. Haar misschien met een hoofddoek en hem misschien met een baard. Ja. Maar we herkennen hem. Dan denken wij vaak, hoe is hij of zij daar terechtgekomen? En hoe kan ik ook ervoor zorgen dat ik daar terechtkom? Of dat ik misschien nog wel diegene's plek kan bemachtigen? In plaats van dat wij denken, we lopen die ruimte en we denken, mashallah, wat goed. Ja. Hoe ga ik ervoor zorgen dat diegene de baas wordt van die ruimte en dat diegene mij misschien ook wel een handje omhoog kan trekken, zodat ik ook kan profiteren van die kracht. Dus we houden elkaar krachtig en sterk vast. Ja. En ik denk niet eens dat we dat per se alleen op religie hoeven te betrekken, maar gewoon op goedheid en elkaar ondersteunen als mensen, weet je wel. En dat we de slechte mensen in een organisatie, ongeacht religie, gender, dat soort zaken, dat we die helpen en of slechte mensen juist niet helpen. En dat we ervoor zorgen dat het zuiver blijft. Ik leer mijn kinderen om educatie als een middel te zien voor zelfverrijking als individu. Ja. Gaat er nog niet in bij mijn kinderen. Zij denken van educatie is om ervoor te zorgen dat ik een goede baan krijg. Dat ik erbij hoor. Maar ik wijk echt af wat dat betreft. Ja. Ik vind dat je niet hoort te studeren. En ik ben benieuwd naar jouw mening hierover. Om ervoor te zorgen dat je een goede baan, een goede positie of een status bemacht om te laten zien van, yo, I made it. Ik vind dat educatie juist een tool moet zijn om het maximaal uit jezelf te halen. En dat jouw baan of jouw sociale status jou niet per se definieert, maar jouw ideeën over het leven. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is, we leven nu, en dat is, je stelt een hele belangrijke gewetensvraag. Hè? Want we leven nu meer dan ooit in een diploma-generatie. Ja. Het is nog nooit zo erg geweest dat jouw status afhangt als mens in de maatschappij van het diploma-niveau dat je hebt gehaald. Ja. Ja. Dus om maar een voorbeeld te geven. Stel je nou voor, ik heb, om mezelf een voorbeeld te geven, ik heb het mbo doorlopen. Stel, ik heb 4 jaar mbo niveau 4 gedaan. Ik studeer af en ik haal mijn diploma. Vervolgens ga ik werken. En dan daarna ga ik mezelf superveel verrijken met boeken, met kennis, met cursussen, van alles en nog wat. Ik ga mezelf volledig ontplooien. Ja. Jij gaat naar de universiteit, laten we zeggen, je gaat naar de universiteit, de Erasmus Universiteit, je doet die studie, je haalt dat diploma, vervolgens ben je klaar, je gaat werken, je denkt, nou lekker chill, iedere avond Netflix, moeten mensen trouwens zelf weten voor hunzelf, ik zeg niet daarmee dat je het niet moet doen, maar jij gaat de hele avond Netflix, iedere avond chillen, ieder weekend lekker stappen, of wat ik veel, mooi. Uiteindelijk is dat jouw leven en dit mijn leven. Wie is er nou intelligenter en verder ontwikkeld? Je kunt stellen dat diegene met het mbo-diploma verder ontwikkeld is dan de ander. Alleen voor de maatschappij blijf jij belangrijker dan mij. En mensen hebben meer respect voor jou dan zeker voor mij. Ja. Dus, en dat is nu erger dan ooit. Ja. Het is nu erger dan ooit. Ik zeg, ik heb daar niet meer over of je rijker kunt worden niet. Nee. Ik heb het over je status als mens in de samenleving. Ja. En dat is gewoon oneerlijk. Dat hoort niet zo te zijn. Het gaat om wie ben je en wat voor kennis heb je in huis. En ik ga nog verder dan dat. Mijn uitspraak is altijd, en ook eens een van de eerste zinnen in mijn boek, Hoor mij, zie mij, is het onderwijs is het fundament van de samenleving. Effect. Wij bouwen in het onderwijs het fundament van de samenleving. En op dit moment is dat fundament rot. Ja. We hebben geen goed fundament meer. Ja. En we bouwen daar toch huizen op. Mensen die een klein beetje bouwkunde achtergrond hebben, die weten dat je gewoon op een rot fundament of een incompleet fundament een huis kunt bouwen, maar dat houdt het niet stand op het moment dat er een lichte aardbeving is of een storm of een overstroming.
En wij bouwen daar nu gewoon huizen op, weet je wel. Alleen dat systeem is gewoon rot. Er is een één-op-één relatie tussen landen waarin ongelijkheid heel groot is. Daar is criminaliteit Wat bedoel ook heel je groot. Precies met de ongelijkheid? Want je zegt, ik wil ongelijkheid in educatie bestrijden. Ja. Klinkt heel mooi. Ja. You're working for a cause. Fantastic. Maar als ik het dieper... Wat is ongelijkheid precies? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Als ik het probeer uit te leggen aan mensen die niet zoveel met onderwijs hebben. Dus gewoon, je hebt het onderwijs doorlopen, maar je hebt niet onderwijskunde gestudeerd. Dan is het beste om uit te leggen, kansenongelijkheid gaat over het niet kunnen behalen van je volle potentie. Okay. En, dan kun je vragen, okay, maar je kunt dan je volle potentie niet bereiken. Waarom niet? Omdat ons onderwijssysteem te veel afhankelijk is van externe factoren. Ja. En die externe factoren zijn, wie zijn je ouders? Hoeveel geld hebben ze? Waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid? Werd je voorgelezen voor het slapen gaan? Heb je een leescultuur in je huishouden? Bij ons thuis slingeren de boeken opzettelijk overal. Mijn vrouw is er gek van, ze stoot haar teen overal tegen een boek aan. En ze zegt, ruim die dingen nou op. Want zij vindt eigenlijk, zij houdt van strakke dingen. Dus alles achter slot en grendel en achter mooie strakke kasten. En ik zeg, nee, die boeken moeten zichtbaar zijn. Die kinderen moeten overal die boeken vinden. Moeten op bed liggen. Het moet een puinzooi zijn als het gaat om boeken. Ik hoop dat mevrouw dit meeneemt. Ook hoort. Dus daarom ruim ik niet op. Nee, dat duidelijk is de reden. Ik ruim niet op vanwege Karim. Ik zeg dan weer vooral, ruim de boeken niet op. Bij de rest alles opruimen. Ik ben een freak als het gaat om opruimen, schoonmaken, stofzuigen, koken. Netjes. Dat is echt, daar hou ik van. Dat doe ik ook thuis altijd. Alleen, die boeken moet je echt serieus. Dat is echt mijn advies aan jou, maar ook aan alle kijkers. Maak rommel. Maak rommel met boeken. Ja, dus zorg echt dat die boeken overal liggen. Ja. En het kan niet zo zijn dat boeken die je uitgelezen hebt... Kijk, er zit wel een zware sadaqa op als je een boek uitgelezen hebt. En je kunt het stimuleren om iemand anders dat weer te laten lezen. Ja, dat is zeker. Echt een prachtige, prachtige sadaqa. Dat moet je echt blijven doen. Alleen als je dat dus niet per se doet, dan raad ik je echt aan om ze in je huishouden lekker te laten slingeren. Ja. En ook zorg ervoor dat je tijd tot tijd in het bijzijn van je kinderen een boek pakt en leest. Ja, dat moeten we echt doen. Ik doe dat altijd. Juist, ja, ik ben daarvoor. Niet in rust gaan lezen. Dus ga niet naar boven toe, verstop jezelf achter slot en grendel en lekker kaarsje aan. Je moet echt dat boek moet je in het bijzijn van je kinderen openen. En ook al doe je het alsof, ook al is het maar 10 minuten. Omdat mijn kleinste kind, om als voorbeeld te geven, Zeynep, is 2 jaar. Ja. Die pakt nu een boek ondersteboven. Geweldig. En dan gaat ze met haar vinger, want ik lees veel met mijn vinger. Schandalig. Trouwens. Nee, waarom? I love it om met mijn vinger te lezen. Weet je waarom? Omdat het namelijk ook voor zorgt dat je heel snel kunt lezen. Ja, mensen denken schandalig aan. Ik doe het zo. Ik kan heel snel door een boek. Ja. En dat is omdat ik ook veel contextueel lees. Dat is, dus dan kun je snel lezen. Dus dan hoef je niet elk woord te lezen. Dan krijgen mensen cursussen over hoe je snel kunt lezen. Het is ook echt waar. Je kunt snel lezen. Het is gewoon een techniek. Een techniek. Is dat je contextueel, dus je ik leest dat alinea. Niet. Ik neem echt mijn tijd, man. Dat is echt slecht. Prachtig. Maar ja, dan heb je een boek van 700 pagina's en dat duur je dan een half jaar over. Als je de biografie van de profeet Mohammed sallallahu leest, of de Koran of wat ik veel, dan is het anders. Maar dat geldt trouwens voor de meeste mensen. Deugen is het boek van Rutger Bregman. Ben nu voor de tweede keer aan het lezen. Wow. Is ook een dikke pakkerd. Maar daar lees ik dan toch wel zo doorheen. Omdat hoe meer je... Nou goed, boeien. Het gaat om dat die kinderen dat meekrijgen. En dat is oneerlijk. Er zijn heel veel kinderen, en dat begrijp ik niet verkeerd. Heel veel mensen denken nu, oh, het gaat waarschijnlijk over Ahmed of Fatima of Schneiderik. Nee, Piet en Henk hebben er ook last van. Die komen uit Friesland en die komen uit Maastricht en die komen uit Zeeland, die komen uit Groningen. Want daar is ook freaking veel armoede, kan ik je vertellen. Maar in de grootstedelijke context, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, is het bijna 1 op de 4 mensen die onder de armoedegrens opleeft. Dat is opgegroeid, dat is 25%. Die mensen hebben allemaal staan die allemaal 10-0 achter. Je zou het kunnen vergelijken met een 100 meter race, waarin de één van de middenklasse in Wassenaar, voor de Hagenaren en voor de Hagenezen, die start niet op de nullijn, maar die start op de 40 meter lijn. Ja. En de Hagenees, of Hagenaar met wat minder geld. Nog steeds een discussie over, misschien komt er ooit uit. Wat het is. Ja. En die start zelfs min. Min. Die start zelfs in de min. Ja, wat ik ook doe met mijn kinderen, ik weet niet of het goed is, jij hebt een pedagogische achtergrond ook. Ik probeer altijd een lokkertje mee te nemen. Want het is niet interessant voor kinderen om per se te lezen. Nee, vooral met telefoon en games en whatnot. True, de PlayStations. Yeah. Ook in onze tijd was dat ook zo, maar iets in mindere mate, want we hadden niet echt een smartphone.
En ik zeg altijd van oké, laten we eerst even één overlevering samen nemen en daarna gaan we een spelletje spelen. Ja, goed. Ja. Dus wanneer kinderen zin hebben om samen een spelletje te doen, dan weten ze dat ze eerst tegen papa moeten zeggen, papa, zullen we een overlevering nemen, doornemen. Ja. En dan doe ik het ook precies. Maar wat ik nog meer doe, is om ervoor te zorgen dat de kinderen ook verantwoordelijkheid meekrijgen. Dus we maken allemaal verschillende projecten. Je hebt projecten islam, projecten buiten gaan, projecten vakantie. En iedereen is een manager. Ja. Dus één dochter van mij is van project Hadith. Ja. Die moeten iedereen bij elkaar roepen. Ja. En anders voor project vakantie. Van, luister, jij bent van project vakantie. Jij moet zelf met ideeën komen wat je wilt doen. Ik ga dat niet zeggen. Ja. En zo leer je hun ook nadenken, initiatief tonen, creatief zijn. Ja. En combinatie spel, entertainment, binnen het halal natuurlijk en met islam. Ja. Zodat ze weten van ja, ik moet telkens bezig blijven. Ja. Nou, wat daar eigenlijk wel een heel belangrijke footnote nog aan te vinden valt, is het boek van Jelle Jullis, Leer je kind kennen, is echt een aanrader voor iedere persoon om het überhaupt te lezen. Als je al kinderen hebt, is het interessant. Maar als je überhaupt nog kinderen wilt, is het een goed begin. Is het echt een goed begin om dat boek te lezen. En dat boek, dat beschrijft het brein van een kind. Okay. En waarom is het nou zo dat als je, om dan toch maar, want ik ben nu bij de Dien en Dunja show, podcast moet ik zeggen, dat dus betrek het even op islam, want het is, dit heeft betrekking op alles, hè? Het heeft betrekking op kleding, het heeft betrekking op interesses, het heeft betrekking op van alles. Waarom vindt het kind op woensdag een rokje leuk en op vrijdag een rokje verschrikkelijk? Waarom vindt het ene kind het geweldig om naar de moskee te gaan en het andere kind het verschrikkelijk om naar de moskee te gaan? Nou, het heeft allemaal te maken met dat je tot je 23ste denkt met je sociale brein. Got it. En je sociale brein is heel erg bezig met wie zijn belangrijke mensen in mijn omgeving. Wie vind jij belangrijk? Daarom zijn influencers zowel heel krachtig als heel gevaarlijk. Wie vind ik belangrijk? Dus bijvoorbeeld, als ik mijn eigen dochters als voorbeeld geef. Mijn dochters hebben twee tantes aan de ene kant en twee tantes aan de andere kant. En die vinden ze heel stoer. Okay. Die vinden ze allebei echt heel stoer. Omdat ze zijn wat ouder, ze hebben een mooie kledingstijl. Ze dragen allemaal een hijab. Maar omdat ze stoer vinden, kijken ze voorbij de hijab. Dus ze vinden ze heel stoer. En wat zij leuk vinden, vinden zij ook leuk. De dingen die zij doen, willen zij ook graag doen. Dus op het moment dat tante Kauthar of tante Kultum zegt, ik wil graag naar de moskee. Of ik ga naar de moskee. Schammer. Dan zeggen ze, ik wil ook naar de moskee. En waarom wil je graag naar de moskee? Ja, gewoon, dat is leuk. De moskee is leuk. Ja. En dat geldt ook voor welke kinderen staan in het gebed heel serieus en welke kinderen staan afhankelijk van de leeftijd. Ik vind het soms ook heerlijk dat die kinderen rondrennen in die moskeeën. Of course. Maar op het moment dat ze 12 of 13 zijn en het eigenlijk misschien wel zouden moeten weten. Misschien een beetje spelen, Allahu alam. Maar hoe komt het dat de een heel serieus in het gebed en de ander niet? Omdat ze iemand in hun omgeving hebben die dat gebed heel serieus nemen. En ze denken, ik wil dat ook zijn. Ik wil ook zoals hem zijn. Ik wil ook zoals haar zijn. Dus ik vroeg aan Jelle Jollas, want ik had met hem een gesprek. Oh, goed. Okay. En ik vroeg aan hem, als jij dat dus weet, dan is dus heel veel van het gedrag en de interesses van een kind afhankelijk van de mensen in zijn of haar omgeving. Zeiden ja, dat klopt heel erg. En die zij belangrijk vinden. Soms vinden ze ouders heel belangrijk. Soms vinden ze influencers heel belangrijk. Hè? Dus als een influencer dit draagt of dat draagt of die parfum draagt, et cetera. En dan, dus let wel, tot je 23ste is dit. En meisjes zijn iets sneller dan jongens, overigens. In het ontwikkelen van de brein. Dat is gewoon een fabel. Ja, dat is echt sorry, naar. Dames. Dus is net iets, ze zijn net iets sneller. Je krijgt nu veel vijanden erbij. Het is afhankelijk van de situatie, maar gemiddeld gezien. Maar dan is het dus tot die 23ste zo. Dus toen vroeg ik hem, is het dan niet ook een loophole? Kun je dan niet als ouder ook ervoor zorgen dat die kring om jouw kind heen de mensen zijn die de influencers zijn. Ja, de influencers zijn die het uitkomst die de uitkomst kunnen bieden die jij wil. Ze zeiden, ja, het is ook zo. Dus dat maakt uit. Beïnvloedbaar dus. Ja, dus met andere woorden, je hebt geen invloed op bij wie ze in de klas komen per se. Een beetje, want je kunt wel de basisschool kiezen. Je kunt ook kiezen waar je woont. Ja. Je kunt ook kiezen met wie ze omgaan. Je kunt ook kiezen of je, als jij, ik weet dus dat bijvoorbeeld bij mijn schoonfamilie thuis, maar ook bij mijn ouders thuis, dat die zussen, mijn zussen en de zussen van mijn vrouw,
dat die op een hele positieve manier een invloed hebben op mijn kinderen. Ja. Kan ik er lui voor kiezen om nooit naar mijn schoonfamilie te gaan of één keer in de maand? Of ik kan ervoor kiezen om die kinderen daar wel naartoe te brengen? Ja. Dus zorg ervoor dat je kinderen, zeker tot hun 22e, 23e, dat zijn te jongvolwassenen en al volwassenen op die leeftijd, omringd zijn door mensen die een positieve invloed waar op jij van overtuigd hebben. Bent. Ja. Je neemt ze bijna aan als... Ja, je kan ze bijna aannemen. Focus op mijn kind. Ja, ik precies. Zorg ervoor dat ze... Weet je, en natuurlijk ook is ben jij belangrijk voor ze. En welke invloed heb jij op ze? Dus als jij... mijn dochters vinden mij heel stoer. Leuk. En heel belangrijk. Ja. Alhamdulillah, zoals ik dat van mijn ouders ook vind. Ja. En wat mijn kinderen mij zien doen, gaan zij ook doen. Inshallah. Dus als mijn kinderen mij in de keuken leuk bezig zien, dan vinden ze het een genot om in de keuken te zijn. Dat is een herkenning voor later. Precies. Van hey, daddy used to be like this, mom used to be like this. En ik heb het boek Proviant van de Jongeren. Heb ik echt zo lang geleden voor het laatst gelezen. En ik heb het 3 weken geleden weer uit de kast gepakt. Het is een islamitisch boek, hè, wat gaat over Proviant van de Jongeren. Waar het boek begint met het recht van Allah subhanahu wa ta'ala, het recht van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het recht van de ouders, het recht van de kinderen. En waarin... De eerste twee zijn heel interessant, hè? Echt oprecht heel interessant. En de derde is heel herkenbaar voor heel veel mensen. Want daarin staat hoe jij je ouders behandelt... behandelen jouw kinderen jou straks ook. Ja. En dat zegt Jelle Jolles ook. Wow. Dus Jelle Jolles zegt in zijn... Het is een neurowetenschapper en die zegt... Hoe jij met je kinderen bent... Zo waren jouw ouders ook met jou. Snap je? Dus hoe jij... Als jouw ouders goed met jou waren, dan verrijk je dat ook weer met je kind. En zullen je kinderen dat ook weer met jou zijn. Dat is zo bijzonder. Daarom vind ik het zo interessant. Want toen ik met jou ging praten over welke onderwerpen we zouden doornemen, had je het ook over ongelijkheid in het onderwijs. Ja. En eigenlijk beaam je hetgeen wat ik een beetje al dacht. Want in feite is het niet enkel onderwijs wat je dient te tackelen om een kind te laten floreren. Het gaat ook om... de ouders en de omgeving. Ja, dus want dat zei je ook een, ik noem het, je hebt verschillende madrassa's. Ja. Jouw vader is een madrassa, je moeder is een madrassa. Ja, de familie om je heen, aan wie de kinderen aanhankelijk zijn, zij zijn een madrassa. Ja. Dus het reikt verder dan enkel educatie. Kan ik dat beamen? 60% dat heeft de Gelijke Kansen Alliantie onderzocht. Hm. Mona Imberida is ook echt wel een hele interessante onderwijsprofessional die voor het ministerie werkt. En hij komt ook met zijn onderzoek naar buiten en zegt 60% van het leren een gemiddeld kind buiten de deur. Ja. Van school. Dus dat is die madrassa van ouders, madrassa van broers en zussen. Hoe ga je om als broers en zussen, weet je? Welke woorden gebruik je in de huiskamer? Hmm. Maar ook, weet je, als je broertjes of zusjes hebt, pak een boek. Ja. Ook al heb je geen zin om te lezen, denk jij, ik wil dat mijn broers en zussen goed terechtkomen. Kijk, dua doen is één. Ja. Middelen. Maar pak ook je verantwoordelijkheid. Middelen nemen, Pak ook dat boek op en doe het ook. Dus, Allah subhanahu wa ta'ala, schenk onze rechtschapen nageslacht en maak ons tot goede opleiders. Amin, tuurlijk. Ja. Maar dat betekent ook Maar zo waren de profeten ook. Het was intentie, plan van aanpak en actie. Dus het is niet enkel bij intentie gebleven. Want je bent gewoon verantwoordelijk voor je daden. Nice one. We hadden even ook telefonisch gehad over termen radicalisme. Op basis van een boek welke je hebt geschreven. Ja, van Radicaal naar Amicaal. En ik las de titel. Ik zeg van, oké, wie ben ik in dit geheel? Ik ben van Amicaal naar Amicaal Radicaal gegaan. Ja. Zo zie ik mezelf. En ik zei ook gewoon heel open en eerlijk voor je, Karim. Kunnen we daar een beetje over sparren? Jij zegt van, no problem. Nou, laten we zeggen, round one. Nee, joh. Wat ik lastig vind om te kunnen begrijpen op basis van de podcast die je hebt gegeven, is dat je term radicalisering, tienermoeders criminaliteit als gevolg ziet van ongelijkheid in het onderwijs. Ja. Tienermoeders kan ik wel begrijpen. Ongepland ongewild. Ik kan criminaliteit ook begrijpen. Tienermoeders en criminaliteit, invloed daarvan, komt ook vanuit de omgeving en wat je hebt gezien. Dus zozeer hoeft dat niet meteen met educatie te maken. Maar de educatie kan ervoor zorgen dat tienermoeders goede moeders worden. Mm. En dat criminelen uit het leventje stappen. Mm. Maar als het gaat om radicalisering, wat mijn begrip of definitie daarvan is, en als ik de integratienota en alle nota's van de IVD kan pakken, zijn er bepaalde kernpunten die naar voren komen.
Eén is, je bent radicaal als je niet overtuigd bent van de democratie als systeem. Het concept van één umma. En ook een bepaalde visie hebt over het sociale systeem, zoals gender en whatever en whatnot. Mm. En ik ging al die punten naar. Ik dacht van, ja, oké, is goed. Ik ben dan radicaal. Mm-hmm. Wat is jouw begrip of definitie op basis van jouw onderzoek voor radicalisering? Want ja, ik zie het niet als een probleem, ik denk, namelijk. Ik denk dat iedereen die... Ik pretendeer dan toch nu wel de waarheid te hebben. Nee, mag. Nee, wat ik wil zeggen is die definitie is niet, dat is niet de definitie van radicalisering. Voor jou zoals, dan, oké. Okay. Nou ja, want ik, ik zou willen zeggen aan zich. Dat de overheid pretendeert dat dat zo is. Ja. Ik heb het in mijn boek ook omschreven, dat zij dat pretenderen. Maar het is niet zo. Okay. Wat zij namelijk doen, en ik denk dat zij dat ook niet eens zo bedoelen. Wat zij namelijk doen, wat ik, woorden zijn zo belangrijk. Hè? Zeker. Wat ik ook doe trouwens, in heel veel van mijn werk, is omdat er niet altijd zoveel tijd is als in deze podcast, ja. Is dat je containerbegrippen gaat gebruiken. En radicalisering voor mij is een containerbegrip waar activisme in hoort, waar radicalisme in hoort, waar extremisme in hoort, waar terrorisme in hoort, waar polarisatie, haat en onbegrip in hoort. Dat noem ik de visuele cirkel van radicalisering. En zit jij in activisme, dus je wilt je actief inzetten tegen de misdaden van Israël. Je wilt je inzetten tegen de misdaden van Amerika, tegen Syrië of tegen whatever. Je wilt je inzetten tegen de misdaden van Saudi-Arabië tegen Jemen. Dan ben je activistisch. Okay. Ga je verder dan dat, zeg je, ik vind dat we hier tegen moeten ageren. Ik moet buiten de norm stappen. Ik moet by any means necessary bijvoorbeeld, wil ik het doel bereiken dat mijn, ik zeg maar even wat, hè, het is een heel gevoelig thema trouwens, ja. Dat mijn jemenitische broeders niet worden plat gebombardeerd, kinderen en whatever. En daarvoor ga ik naar Jemen toe en dan ga ik hulp bieden, et cetera. De norm is dat je dat niet doet. De norm is dat je activistisch bent en dat je hier misschien nog een beetje een vlaggetje ophoudt en that's it, meer niet. Alles wat buiten de norm is, is dan radicaal. Maar de Dolomina's in Nederland waren super radicaal. Ja. Het was in Nederland nog geen 100 jaar geleden was het verplicht om een BH te dragen voor een vrouw. Mm-hmm. Los van even of het een Hashuma onderwerp is of niet. Nee. Het is gek dat 100 jaar geleden de man had bepaald dat de vrouw verplicht een BH moest dragen. Mm-hmm. Het was een verplichte eis dat vrouwen na hun huwelijk ontslag gingen nemen van hun werk. Ja. Ze moesten ontslag nemen. Het was nog geen 100 jaar geleden dat arbeiders niet mochten stemmen. Ja. Why about the law? Ja, ja, ja. 100 jaar geleden niet mochten stemmen. Toen gingen er arbeiders de straat op. Die waren boos en die hebben dingen omgegooid. Die hebben dingen kapot gemaakt. Gingen vrouwen de straat op. Sorry. Aletta Jacobs eerst. Ja. Juist, ik hoop niet dat mensen zich... Dat ze het vervelend vinden. Dat, zeg maar, dat ze BH's uittrokken op straat. Dat ze dat in de fik gingen steken. Niet dat ze naakt over straat gingen. Er waren ook wel vrouwen trouwens die wel naakt over straat gingen. Maar dat deden ze toen. Die waren super radicaal. Super radicaal. Maar die mensen hadden we nodig om te komen tot gelijke rechten. Want stel je nou voor dat onze vrouwen geëmigreerd waren naar Nederland toe. En dat ze in diezelfde situatie terecht zouden komen. Dan zouden mijn dochters niet mogen werken als ze zouden trouwen. Dat zou ik echt erg vinden. Ja. Dus mensen hebben voor gestreden activistisch om bepaalde punten te... Dus in mijn ogen, in het containerbegrip is radicalisering inderdaad een gevolg van ongelijkheid. Maar daarmee bedoel ik vooral extremisme en terrorisme. Okay. En polarisatie in die context. Maar niet, sterker nog, ik raad mensen heel erg aan om radicale emoties die ze hebben, met genoeg remmende factoren, om die te blijven houden. Kijk, jij, om maar een voorbeeld te geven, je gebruikt die jezelf als voorbeeld. Ja, heb ik gedaan. Jij... Amicaal radicaal. Ik zou jou heel erg... mijn advies aan jou is, blijf freaking radicaal. Blijf schoppen tegen het systeem. Blijf zeggen dat onze democratie op dit moment niet een goed systeem is. Het moet aangepast worden, want op dit moment is het oké dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi volledig kapot gemaakt wordt. Maar aan de andere kant vinden mensen het verschrikkelijk als jij je vrijheid van meningsuiting gebruikt door bijvoorbeeld iets te discussiëren dat in de samenleving heel normaal is. Nou, zonder in detail te treden. Nee, precies. Ja. Is dat ik... Dat ik weet dat dat goed is om te doen, omdat je daarmee dus ook de politiek scherp houdt.
Mm-hmm. Maar waarom is het bij jou niet gevaarlijk? Is omdat jij freaking veel remmende factoren hebt. Mm-hmm. Je hebt je vrouw, je hebt je kinderen, je hebt een goede baan, je ziet er goed uit, je bent mm-hmm. van de middenklasse, al ben je niet misschien al van de hoogste klasse in, onze, mm-hmm. in ons land. Je bent geschoold, mm-hmm. je hebt kritische denkvaardigheden. Het zijn allemaal remmende factoren. En ik heb het niet eens over je broertje, over je ouders. Want zijn toevallig, je broertje ken ik dan, maar, ja, precies. Maar je ouders bijvoorbeeld, of je vrienden en je familieleden. Ja. En de broeder van de technische dienst die hier is. Ja. Allerlei dingen die jou, voor jou remmende factoren zijn. Ja. Ik raad het niet aan om radicaal te zijn aan mensen die opgroeien in een focuswijk die weinig geld hebben. Mm-hmm. Ouders zijn uit elkaar. Ze hebben geen kinderen, ze hebben geen vrouw, ze zijn gescheiden. Ze hebben weinig om voor te leven. Als je voelt dat zij radicale sentimenten hebben, dan is het belangrijk om of ervoor te zorgen dat hun omgeving zuiverder wordt en dat zij dat ze meer remmende factoren hebben. Ja. Of raad ze af om radicaal te zijn. Ik begrijp wat je bedoelt, want niet iedereen kan omgaan met emoties. Precies. En jij hebt meer van, oké, ik zie een verschil tussen Bilal, ik, en iemand anders die minder gefortuneerd is vanuit een andere... Want broeder, als iemand nu naar jou toe zou komen, een ronselaar zou naar jou toe komen, die lopen hier trouwens, het is echt heel zelden. En als het over radicalisering, jihadistisch hebben... Alsjeblieft, bij radicalisering, voor alle mensen die thuis kijken en, en die luisteren, radicalisering, in mijn boek van Radicaal naar Amicaal, heb ik een heel stevig pleidooi gehouden over radicalisering. Kent geen identiteit, kent geen religie. Het is van linksextremistische radicalisering naar rechtsextremistische radicalisering, naar covid-extremistische radicalisering op dit moment, naar jihadistische radicalisering, naar alles. Ja. Want het is nu, is het, presenteert mensen, oh, radicalisering is een claim op islam. Mm-hmm. Terwijl, hallo, ik bedoel, nog geen 100 jaar geleden hebben mensen vanuit het christendom mensen kapot gemaakt. Ja. Er zijn nu nog steeds 2022 mensen die vanuit het jodendom mensen kapot maken. Ja. Ik bedoel, en dat bedoel ik niet, nee, nogmaals, want dat is de claim die ik probeer te gebruiken. Het is niet een Joods vraagstuk. Het is niet een islamitisch vraagstuk. De problemen in Israël-Palestina zijn in mijn ogen geen Joods vraagstuk of islamitisch vraagstuk. Dit is gewoon een etnisch vraagstuk. Het zijn mensen die proberen superieur te zijn ten opzichte van andere mensen. Ja. En daarmee, by any means necessary, ze uit hun huizen en van hun land proberen te verjagen. En dat vind ik een kwalijke zaak. Ja. Maar ik ken heel veel Joodse mensen die dat ook niet oké vinden. Nee, en er zijn ook heel veel Joodse mensen die dat wel oké vinden. Waar ik trouwens gewoon prima een gesprek mee kan voeren. Waar ik het volledig niet mee eens ben. En dat is waar radicalisering over gaat. Het kent geen identiteit, het kent geen religie. Dus laat het je ook niet aansmeren. Ja. Want er zijn meer dan 1,5 miljard moslims op de wereld. En er zijn, denk dat je dit gebouw niet eens vol zou krijgen met alle mensen die echt, echt serieus radicaal zijn. Dus je geeft bepaalde termen aan aangaande radicalisering. Dus iemand die... Dus jij bent niet eens met de definitie van de overheid? Nee. Als je mij zegt dat radicalisering is mensen die niet per se voor de democratie zijn. Ja. En dat soort zaken meer. Nee, zeker. Dus jij vindt iemand die net zoals mij non-violent is. Intellectueel de discussie wilt aangaan op een correcte en nette manier. Zijn standpunt erop nahoudt. Ook al is dat tegen de normale of niet zienswijze van Nederland. Dan ben je wel radicaal, maar niet zozeer het negatieve aspect. Dan ben je niet extremistisch en dan ben je geen terrorist. Okay. Maar dan ben je wel radicaal. Ja. En dat is niet per se slecht in onze samenleving. Sterker nog, we willen niet een machine creëren waarbij iedereen in het midden terechtkomt. En dat vind ik ook met burgerschap. Daarom ben ik blij dat ik onder andere het vak burgerschap geef. Is dat we niet allemaal dezelfde soort, dezelfde denkende mensen hebben. Ja. Want dan gebeurt er ook niks. Alleen het probleem... Elon Musk is ook super radicaal trouwens. Elon Musk is super radicaal. Ja. De eigenaar en bedenker van Tesla en bedenker van PayPal en whatever. Die is super radicaal. Het is meer een karakter. Ja. Het is meer een way of living. Maar jij bent wat dat betreft dan meer van het aspect van non-violent. En dat begrijp ik ergens ook wel. En je moet genoeg remmende factoren hebben. Oké, duidelijk. Maar het is wel goed in de zin van... Ja, ik denk dat je dat ook gaat beamen. Dat ik als moslim zijnde en jij ook als moslim zijnde... gewoon het leed ook van de mensen, de moslims, buiten Nederland voelt. En daar ook je hart voor gaat maken binnen de middelen
En dat het gewoon non-violent is. En iedereen op zijn manier. De een met een podcast en de ander met een programma. Ik heb in het Ramadan gevoel hebben we het gehad over pijnlijke situaties binnen de Somalisch-Nederlandse gemeenschap. Maar ook de situatie over de Oeigoeren heb ik een aflevering gemaakt voor het Ramadan gevoel wat ik voor de NTR maak. Zo heb ik het over van alles en nog wat gehad. Ja, alleen wat ik jammer ook vind en wel begrijp als je kijkt hoe een overheid tegen de moslims is en ageert. Zie je hun wel in ieder geval aangeven van joh, let op, iemand groeit een baard, mashallah, je hebt een mooie baard. Mm. Iemand die gaat wel naar de moskee, dat allemaal signalen zijn voor radicalisering. Ja. Ja. En daar ben je pertinent op tegen. Ja, en ik zeg in mijn boek, signalen bijvoorbeeld van rechtsextremistische radicalisering is niet per se kopkaal, bombejek aan en kisten aan en hardcore luisteren trouwens. Gewoon Lonsdale shirtjes dragen. Want dat is namelijk waar je aan denkt bij rechtsextremistische radicalisering. Dat kan namelijk ook een uiting zijn van een cultuur. Dat kan ook een uiting zijn van de hardcore cultuur. En dat geldt voor de islamitische hoek ook. Ja. Als iemand ineens van de een op de andere dag een baard laat groeien, zijn kop kaal scheert, een baard laat groeien, een labaya gaat dragen, op school gaat bidden, dan is dat niet per se een signaal. Nee. Gaat dat gepaard met gedragsverandering in negatieve zin, dan is het wel een signaal. Ja, want dus ik ben blij dat met die verduidelijking, want ik had een iets wat andere beeld. Maar je zei ook al over de telefoon, Bilal, daar gaan we echt uitkomen. Nee, want we hebben gewoon dezelfde. Ik ben heel genuanceerd in dit gebied, omdat ik er ook heel veel onderzoek naar gedaan heb. Gedaan. De mensen die ik tegenkom, waarbij je, want dat zeg ik ook, hè, een gevaar van zeggen dat mensen negatief, hè, in negatieve zin, helemaal geradicaliseerd zijn op het moment dat ze een labaya dragen, van gewaad dragen, een baard dragen en hun kop kaal scheren, is dat het ook een self-fulfilling prophecy kan worden. Ja. Als het dus slecht met hun gaat, kun je ze duwen in de hoek van radicalisering. Ja, dus doe dat nou niet. Ja, nee, dat is een mooi punt. Dat is een hele belangrijke verduidelijking. En ik denk dat hier geen spel tussen te krijgen is, want je bent duidelijk in je bewoordingen. Want wat ik dacht toen ik met jou erover had, en ik luisterde naar de aantal podcasts die je daarover hebt gedaan, niet helemaal gedetailleerd, want je hebt aangegeven, nu is er wat meer tijd. Eigenlijk niet zoveel meer tijd, want we moeten denken dat je heel snel weg moet. Maar we gaan snel afronden ook, inshallah. Maar waar het om gaat is, ik dacht bij de woorden die je hebt uitgesproken in bepaalde podcasts, dat het erop leek dat frustratie per se slecht is. En dat ervoor zorgt dat je radicaliseert. Maar aan de andere kant dacht ik weer, ik denk niet dat Karim bedoelt frustratie is per se slecht. Het gaat erom hoe je met frustratie omgaat. Ja. Want de frustraties die jij hebt gehad in jouw leven met discriminatie heeft ervoor gezorgd dat jij nu een verschil wilt maken in Nederland, in de wereld. Ja. En daardoor ga je producties maken en ben je docent. Ja. Dus het gaat erom, wat doe je met de emotie? Ja. Ga je met de emotie verkeerd om? Of ga je er niet verkeerd mee om? Want ik heb ook dezelfde frustratie als jongeling gehad. Ja. Maar die frustratie zorgde niet bij mij voor dat ik gewoon anti-dit en anti-dat was. Ik word gezien als anti-dit en dat, maar ik zeg nee, ik ben juist pro-dit. Ja. Waarom moet ik als anti worden bestempeld? Ja, dus ik ben door de, niet zozeer discriminatie wil ik niet zeggen. Ik woon in Schilderswijk, Transvaal. Alleen maar kleurlingen om me heen wat dat betreft. Maar het zette mij wel aan het denken van oké, mijn frustratie lag erin van oké, ik heb een islamitische naam. Mijn ouders zijn moslims. Ik wil vanaf nul beginnen. Een beetje soort misschien het gevoel wat jij hebt met jouw documentaire. En we gaan een bruggetje maken naar je documentaire. Lijkt me ook wel leuk. Van oké, maar wie ben ik? En waarom ben ik moslim? Ja. En waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Ik heb letterlijk een reset gedaan. Om voor te zeggen, nee, ik wil nu niet geloven dat er een schepper bestaat. Ik wil onderzoeken of een schepper bestaat. Mm. Want ik heb alles gewoon aangenomen. Ik wil het gewoon weten. En die search heeft ervoor gezorgd van, hey, nu begrijp ik dat islam a way of life is. Het is een ideologie en het geeft antwoord op de cruciale vragen en vraagstukken wat de mensen boeit, waar ze oplossing voor willen hebben. En dat is hetgeen waar ik voor strijd op intellectueel gebied en politiek gebied en wil gaan laten implementeren. En als het bij woorden blijft en overtuigen blijft, dan is dat toch alleen maar mooi om elkaar, wat jij zegt, de overheid of anderen ook gewoon scherp te houden. Ja. Oké, dat is mooi. Ja. Een ander radicaal, Abdelkarim. Ja, die was voor zijn tijd heel radicaal. Ja, toch? Ja, hij was heel radicaal voor zijn tijd. Want hij duldde geen kolonisator in zijn land. Ja. En dat is wel heel bijzonder. Hoe kwam je op het idee? Nou, sorry, het gaat om het verhaal van Abdelkarim. Het verhaal van Abdelkarim. Ik ga ervan uit dat iedereen het kent, dat het gewoon heel hot is. Maar sorry,
Een driedelige documentaire serie, drie luik, hoe je het noemen wil. Het verhaal van Abdelkrim bij de NTR op NPO 2. En het idee is ontstaan. Ik heb eigenlijk altijd al wat met mijn roots gehad. Maar ik ben vooral altijd zoekende geweest naar mijn roots op het moment dat het niet lekker ging. En ik leerde van Ilyes El Hadoui, een socioloog van de Erasmus Universiteit. Je moet investeren in identiteitsvorming. Dat soort zaken meer op het moment dat het goed met je gaat. En niet als het, pas als het slecht met je gaat. Dat is vaak wat wij doen. We gaan het zoeken. Wie ben ik nou eigenlijk? Een hoofdpijn. En, oh. Maar je moet eigenlijk op het moment dat het goed gaat. Voel je dat het goed met je gaat. Ga dan op zoek naar wie je echt bent. Want is angst een slechte raadgever dan? Of, Ja, dat zou wel zou kunnen. Dat is een slechte, maar hoeft niet altijd een slechte raadgever te zijn. Maar dan kun je meer rust vinden in je zoektocht. En ik weet nog wel dat de Herak-beweging opkwam in 2016. En toen de Nasser Zebzefi, die nu in de gevangenis zit. Die dus in mijn ogen toch wel de leider van de beweging. En die vroeg altijd om drie dingen. Die zei altijd, ik wil betere educatie in de RIF. Ik wil betere zorg in de RIF. En meer werkgelegenheid in de RIF. Want het is tot op de dag van vandaag nog steeds een militaire zone. Waardoor heel veel grote bedrijven zich daar niet durven of willen vestigen. Omdat het te lastig is om daar te komen. Omdat je steeds veel controleposten hebt en dat soort zaken meer. En die mensen die hebben gewoon nog steeds te maken met de nasleep van de kolonisatie die daar door Spanje is geweest. Waarvan veel mensen dachten dat het een protectoraat was. Dus wij komen hier naartoe om jullie wegen te verbeteren. Jullie educatie verbeteren, werkgelegenheid te creëren. Hebben vaak gehoord van de Europeanen. Precies, in Afrika hebben ze het overal gedaan. Maar wat ze gedaan hebben is, ze hebben eigenlijk alle mineralen en alle fosfaten. Een soort shizzle hebben ze daar juist weggehaald. Hebben gewoon stevig huis gehouden ook. Ja. Even in mijn woorden, dus je hebt het echt ook over gruweldaden. Nou, goed, daar is die Herak-beweging uit voortgekomen, dat ze dat ook wilden. In ieder geval, dat is even hoe ik het geïnterpreteerd heb. En ik kreeg daar steeds meer mee te maken. En toen was ik aan het hardlopen in Porto, Portugal. En dat is nog geen paar kilometer over zee van Huzima, de omgeving waar ik vandaan kom. Ik woon, we komen oorspronkelijk uit Tazuracht. Dat zit in de buurt van Huzima. In het noorden van Marokko, in de RIF. Daar was ik dus aan het hardlopen in Porto, Portugal. En het was zo prachtig en mooi en zorg en van alles. Ik hoefde me nooit zorg te maken. En prachtige vakantie, mooie hotels. Niet dat Hoesima niet mooi is. Een prachtige badplaats met veel mooie dingen. Dat is ook echt een aanrader voor iedereen om op vakantie te gaan als ze daar nog niet geweest zijn. Maar het gaat niet heel goed met de mensen. En toen vroeg ik me af, hoe kan dat nou? Weet je? Dus ik was klaar met hardlopen. Ik pak mijn telefoon en dacht, ik wil hier iets mee. En mijn eindredacteur, Frans Jennekens, die heeft een heel mooi schilderij in zijn kantoor hangen van Abdelkrim El Ghattabi. Dus die had ook al een heel erg goed gevoel over hem. Over de leider, de vrijheidsstrijder, de grondlegger van het anticoloniale verleden. In ieder geval zeker in Noord-Afrika. En toen dacht ik, daar wil ik iets mee. In ieder geval, ik wil op zoek naar mijn roots. En zo begon dat. Ik wil op zoek naar mijn roots. Hij was nog niet per se een hele belangrijke figuur in de documentaire, in ieder geval het plan. Okay. Ik wilde op zoek naar mijn roots. Wie ben ik nou eigenlijk? Waarom gaat het in de RIF zo slecht? En dat soort zaken meer. Daar wilde ik naar op zoek. Okay. En mijn ouders die spraken er niet veel over. Zeker ook vanuit angstperspectief. Omdat het gewoon niet oké was om daar vroeger over te praten. En ook omdat er gewoon andere prioriteiten waren. Moest gewoon gegeten worden, moest gewoon gewerkt worden, moest gewoon overleven. Mensen moesten aan het overleven. En nu hebben wij het nu in onze handen. Wij hoeven niet meer te overleven, dus kunnen we meer gaan zoeken. Alhamdulillah. Ja. En dus ik wilde meer naar mijn roots zoeken. Dus elke keer dat ik onderzoek ging doen naar die roots, dacht ik, ik kan wel honderden jaren terug. Maar dan moet ik dus een documentaire serie maken met 100 afleveringen. Dat is lastig. Dus ik wil eigenlijk 100 jaar terug. En elke keer in die 100 jaar search kwam ik eigenlijk maar op één iemand terecht. En dat is Abdelkrim El Ghattabi. Die ze ook wel de strijder Zaim of Emir noemen. Een heel belangrijk iemand. Dus hij was eigenlijk de rode draad in die zoektocht. En toen dacht ik, ik moet denk ik gewoon goed op zoek gaan naar mijn eigen taal en cultuur. En hem daarin gebruiken als rode draad. Omdat hij gewoon echt wel heel erg belangrijk is geweest voor de hele wereld. Niet alleen voor de RIF. Niet alleen voor heel Marokko die hij wilde bevrijden. Zo ook gewoon heel de wereld was hij een grondlegger. Want hij was een inspiratie voor Che Guevara, Ho Chi Minh. Voor Nelson Mandela zelfs. Hij is een enorme inspiratiebron voor al die mensen geweest. En ik dacht, hoe kan het nou dat mensen hem niet kennen? Heel weinig mensen kennen hem. Allicht dat je
islamwetenschap heb gestudeerd, dan ken je hem, want hij was ook imam. Hij was zelf ook imam. Hij heeft ook de islam bestudeerd. Zijn vader idem dito. En dat was eigenlijk de reden dat ik dacht, hey, dat zou wel heel mooi zijn. Mm. En toen zei de NTR, nou, vinden we interessant. Mm-hmm. Maar er moet een beter plan op komen. Het moet persoonlijker. Want als het persoonlijk is, dan raakt het mensen wat meer. Ja. En toen dacht ik, oké, dan moet ik een persoonlijk verhaal van maken. Nou, dan kan ik misschien mijn kinderen centraal zetten. Mm-hmm. Dus als ik mijn kinderen nou centraal zet, Hajar is ook echt onderdeel. Mm-hmm. Is ook echt onderdeel geweest van de eerste aflevering, onder andere. Toen dacht ik echt, oké, en dan moet zij dan voor de kijker centraal staan voor alle andere kinderen. Die een MSZ-identiteit of RIF-identiteit. Maar is het gek dat jij dan centraal voor mij staat? Omdat in principe zou ik dan centraal moeten staan voor alle andere mensen die kijken, die zoekende zijn naar hun eigen roots of identiteit. Ja, of de emoties van vroeger precies, herkennen. Okay. Precies. Dus okay. Het gaat voor mij overstijgt dit de discussie in Marokko of RIF, et cetera. Ja, ja. Het gaat echt over het zoeken naar je roots. Ja. En heel veel mensen vinden dat misschien niet zo of wel zo. Maar laat ik zeggen dat dit het voor mij is. En daar heb ik mijn eigen nek voor uitgestoken. Daar heb ik heel veel risico voor genomen. En dat doe ik met liefde. Omdat ik vind dat mensen, de niet-westerse Nederlander die hier in Nederland leeft, in Europa misschien zelfs wel, dat die trots moet zijn op wie hij of zij is. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, wat je ook voelt. Wees trots op wie je bent. Ga op zoek naar je roots. Want dat kan alleen nog maar je wortels versterken. En daardoor kun je alleen nog maar sterker groeien. Dus het is wel heel radicaal van je. Heel radicaal van mij. Ik probeer gewoon die labels aan dus dicht bij. Ik denk dat ik mezelf best radicaal mag noemen. Oké, mooi. En dus de zoektocht is duidelijk. Ja. De reden waarom. En je maakt het specifiek naar het verhaal van Abdelkarim. Ja, ik ben heel erg te spreken, om eerlijk te zijn, voor een eerste aflevering. Ik heb niet gekeken per se van oké, waar zitten de... Want ik ben niet wantrouwend van aard. Ik wil gewoon eerst even kijken van oké, wat heb je allemaal te vertellen? Mijn achternaam is Arif natuurlijk. En sommige mensen denken dat ik dan ook een Arifi ben. Maar de Turken denken vanwege Arif dat ik weer een Turk ben. Dus ik gebruik het wanneer het nodig is. om deuren te openen. En ik vind wel dat de eerste aflevering wel iets bij mij heeft losgemaakt. Als een persoon wiens ouders vanuit Pakistan komen. Dus ik heb Pakistanse roots. Maar ik herken wel de vergelijking. En bij mij was het meer van oké, ik ga niet naar de helden zoeken in Pakistan per se. Maar dat hoeft ook niet per se. Maar wel naar mijn roots van oké, waarom ben ik een moslim? Ja. En ik denk bijvoorbeeld dat helden in de islam hebben we genoeg. Ja, maar dat helden heb je, in de MSZ of RIF-identiteit hebben we ook genoeg. Ja. Alleen die kennen we niet. En ik zou zo graag willen dat we daar wat meer kennis mee maken. En ik heb zoveel geweldige reacties gekregen. Ja, Wat zeggen de mensen? De papa's en mama's die mij... Dus echt verschillende categorieën. Ja. De papa's en mama's die mij een berichtje sturen via Facebook of Instagram of LinkedIn, whatever. Mm-hmm. Of ze hebben mijn telefoon of mail. Die dan zeggen, ik heb naar mijn kinderen gekeken en normaal kijken ze alleen maar Mokro Mafia of kijken ze alleen maar YouTube filmpjes en Netflix series. En nu waren ze zo geboeid. En ouders die in tranen zijn dat hun kinderen zo geboeid hiernaar kijken naar hun geschiedenis. Dus dat vind ik echt super tof. Ik heb ook heel veel reacties gekregen van youngsters zelf. Die zeggen, wauw, ik heb echt... Ik heb youngsters gekregen die gewoon gezegd hebben... Ik heb in tranen zitten luisteren naar de taal ook. Om het tenminste op tv te horen. Het refijns op tv te horen. Want ik hoorde mijn opa en oma ook altijd refijns praten. Wow. En het heeft een soort nostalgisch gevoel voor ze. Leuk. En nu spreken ze alleen Arabisch bijvoorbeeld of Darija. En dan zeggen ze, nou, ik heb echt alweer de behoefte om ook die taal te gaan leren. Weet je, dat zijn echt zulke gouden reacties. Mensen bewogen, joh. Het heeft heel veel mensen bewogen. Ja. En er is een hele kleine groep, die 1% die het wat minder interessant vinden. Maar dat heb ik met alles. Dat heb ik met het Ramadan gevoel. Ook als ik dingen over de islam maak, heb ik ook rechtsextremistische mensen die het helemaal niks vinden. Ja. En dat heb ik nu ook. En ze mogen ervan vinden wat ze willen. Het is een vrij land, alhamdulillah. En ik vind het oké dat ze er wat van vinden. Ja, je hebt aangegeven, zolang het beschaafd blijft, boys. Niks aan de hand. En ik doe de 99% die het geweldig vindt en alle prachtige reacties doe ik tekort. Ja. Als ik de focus zou leggen op de 1%. Ja, morgen weer. Dus ik zal wel kijken. Ik zal aan de buis gekluisterd zijn, inshallah. Moslims, media, islamomroep. Er is vorig jaar is daar heel veel om te doen geweest. Ja.
Ik had via vernomen van insiders dat jij wel bent geconsulteerd aangaande islamomroep. Ja. Ja. Wat wil je over het initiatief vertellen? Wat jouw rol daarin is? Ik heb niet per se een rol daarin. Mm. Maar onder andere bijvoorbeeld Azdin Karat heeft mij vaak benaderd om te sparren over inhoud, over of ik het een warm hart toedraag. En ja, ik draag het zeker een warm hart toe, want ik draag diversiteit aan zich een warm hart toe. Dat heb ik met de Omroep Zwart bijvoorbeeld ook gehad. Alleen Omroep Zwart heeft mij wel eens benaderd over, oké, hoe kan ik hiermee omgaan? Dit is een gevoelig onderwerp. Mm. We hebben het over Israël-Palestina bijvoorbeeld, over Marokko of over de RIF. Hoe kan ik daar het beste op anticiperen? En bij Islamomroep is het echt gegaan over media en content en dat soort zaken meer. Maar dat is echt wel in de beginfase geweest toen ze ook probeerden om echt een omroep te worden. En ik heb eigenlijk altijd toen al gezegd, als je het niet redt, moet je wel doorgaan. Ja. Je moet echt doorgaan, omdat het is niet meer alleen mainstream media. Nee. We leven in een tijd waarin het niet meer alleen maar gaat over mainstream media. Het gaat niet meer alleen maar over tv, het gaat ook over online. Mm. Je kunt online geweldige content creëren waar je heel veel kijkers bij kunt. Dus waarom per se islamomroep om zendtijd te krijgen? Is het puur enkel bereik? Ook budget, hè? Het is ook als jij namelijk een omroep wordt, dan krijg je ook gewoon echt bakken met geld waar je dingen mee kunt maken. En je hebt gewoon geld nodig om goede content te creëren. Mm-hmm. En nogmaals, je kunt ook geld krijgen met YouTube. Hè? Ik bedoel, je kunt ook sponsors fixen. Nadeel van sponsors is dat je dan weer afhankelijk bent van mensen. Wil je onafhankelijk mooie kwalitatieve programma's maken, dan is een omroep worden wel heel erg goed. Je zegt onafhankelijk. Really? Ja, nou ja, ik laat ik het zo zeggen. Ik vind van wel. Okay. Ik maak mijn programma's. Kijk, jij zit er middenin, hè? Dus ik kan het aan jou vragen. Ik maak mijn programma's volledig onafhankelijk. Als mijn eindredacteur tegen mij zegt, Karim, nou, dit wil ik niet. Dan zeg ik, dan houd het op. Of als, sterker nog, als hij zegt, ik wil graag dat je dit doet. Dan zeg ik, dat doe ik helemaal niet. Want het past helemaal niet bij de islam. Maar is er niet zo, wie betaalt, die bepaalt? Nee. Dus als jij een project hebt. De NPO betaalt. Ja, en die mag nog steeds omkaderen. NPO is overheid. Ja. En NPO zegt, we hebben verschillende taken. En religie is ook een taak. Levensbeschouwing is een taak. Het is een taakomroep. NTR heeft bijvoorbeeld de islam als taak. Maar ook hindoe en ook en de EO heeft het christendom en het jodendom. En dat is gewoon een taak en daar moet je programma's voor maken. En daar is gewoon geld voor vrijgemaakt en dat maakt de overheid vrij. Dat gaat naar NPO. Van ons NPO belastinggeld, van belastinggeld van ons inderdaad. Alleen, daar valt nog wel een discussie over te voeren. Want als je zegt, doe dat niet en alles wordt commercieel, dan kan ik je één ding vertellen, is dan worden religieuze programma's niet meer gemaakt. Nee, oké. Dus dan gaat, laten we zeggen, als alles RTL 4, 5, 6, 7, 8 zou zijn, dan gaan we gewoon te maken krijgen met 24-7 TV over dubbeltje op zijn kant. En So You Think You Can Dance, entertainment. En dat soort krijgen we weinig verdieping. Echt weinig verdieping. Maar meer geld natuurlijk. Het commercieel. Het, precies. En dan is er meer geld, omdat er veel reclame is. Dat soort zaken meer. Mijn advies is onafhankelijke tv maken bij NPO. Wat namelijk wel zo is dat er invloeden zijn van makers. Ik bedoel, je hebt makers die gewoon op een andere manier denken dan dat jij en ik denken. En dat is het gewoon. En ik raad iedereen gewoon aan om in die media te gaan werken, zodat je vinger in de pap kunt krijgen, zodat je mee kunt bepalen, dat je kunt gaan maken. Alleen maken, broeders en zusters, is niet NTR, ik wil een documentaire maken. Waar moet het over gaan? Nou, over islam. Omdat islam gewoon heel mooi is. Ga plannen maken. Die onkunde maken. Dan. Ja, terwijl je het, als je gewoon werkt en bij een multinational, dan weet je het allemaal heel goed moeite voor wordt. Wanneer moslims bij elkaar komen, dan worden meteen oppervlakkig en amateuristisch. Ik heb het nooit begrepen. En tv maken is gewoon een vak. Is een vak, het is gewoon gaan media studeren. Ga kennis opdoen. Zoals accountancy ook gewoon een vak is. Is programma maken ook gewoon een vak. Je moet er gewoon voor gestudeerd hebben. Ik heb er ook gewoon veel voor moeten studeren. Ik heb er veel over moeten leren. Mm. Veel ervaring moeten opbouwen. Ben veel op mijn bek gegaan. Ik ga nog steeds op mijn bek. Dus in feite, jij bent dus eigenlijk aan de nieuwe generatie om te gaan, om deze kant op te gaan, zodat we ook een eigen stem kunnen hebben. En zodat je misschien wel bij Islamomroep, misschien gaat Islamomroep zich wel fuseren met de NTR. Allahu alam, ik weet het niet. Jij vindt dat een NTR of een NPO of in ieder geval geen agenda hebben om de moslims per se te demoniseren, om op een gewikste wijze bepaalde concepten mee te geven? Helemaal niet. Nee. Het is gewoon de makers die er zitten. Dus er zitten makers achter die zeggen, ik vind bijvoorbeeld islam en homoseksualiteit belangrijk.
moeten we gaan maken, zeggen ze dan. Dat is iemand die daaraan is en die zegt dan, dit vind ik belangrijk. Ja. En als daar dus iemand anders zou zitten die zegt, ik vind islam en eten heel belangrijk. Nee, ik vind islam en sport heel belangrijk. Ja. Ik vind islam en lezen belangrijk. Ik vind profeten belangrijk. Het ligt eraan wie zit er op de positie die bepaalt. Daar gaat het om. En het zijn geen mensen die à la Illuminati, laten we de moslims eens eventjes lekker laten assimileren. Ze moeten helemaal mee met de westerse samenleving. Die gevoel heb jij totaal niet. Nee, omdat als ze mij dat zouden vragen, dat ik zou zeggen, nog nooit heeft iemand bij de NTR aan mij gevraagd, hey, zou je iets willen maken over seksualiteit en islam? En als ze het zouden doen, zou ik zeggen, als je dat een heel belangrijk onderwerp vindt, dan zou je dat zelf eens moeten maken. Of ik zeg zelfs, ga iemand, want er zitten heel veel moslims die studeren genderstudies bij de Vrije Universiteit. Dat is gewoon een studie over gender, man, vrouw, aarde, dat soort zaken. In relatie tot religie ook, hè? Ook over wat de boeken erover zeggen. Over het christendom, het jodendom, de islam. Er is ook echt iemand die daar echt heel goed in is. Ik ben even zijn naam kwijt, maar er is echt iemand die daar heel goed in is. Die studeert dat gewoon op de oppervlakte. Die studeert daar, gaat de diepte in, heeft daar geen mening over, maar is gewoon een professor op het gebied. Ga naar hem toe. Kan hij je er misschien op het gebied daarvan helpen? Ik kan je niet helpen op het gebied van seksualiteit en islam. Ja. Want dat is niet mijn thema. Ja. Ik kan je helpen op het gebied van de Ramadan. Daar weet ik genoeg over. Ik kan je helpen over liefde op de oppervlakte. Over verbinding in de samenleving. Over hoe de religie eruit ziet. Duidelijk. Ik wil best een beetje een voorloper daarop zijn. Maar wil je de diepte in, dan moet je echt... imams hebben. En we hebben in Nederland een palet, een batterij aan mensen met kennis. Ja, duidelijk. I got you. Goed dat je niet voor een statement hebt gemaakt van guys, het is 100% onafhankelijk. Ja. Ik maak alles 100% onafhankelijk. Ik schrijf ook alles zelf. Ja. Ik schrijf mijn plannen zelf. Okay. Ik laat het bijschrijven door mensen van de NTR dat het nog wat scherper wordt. Ja. Maar het is niet op inhoud. Ja. Niet op inhoud. Ik heb ook wel een idee eigenlijk. En daar gaan we nu niet over hebben, anders wordt het te lange podcast. dan wil ik even bij jou gaan pitchen. Exact. Maar dat ga ik een keer bij jou pitchen. Want ik denk dat er veel mogelijk is dan als jij zegt dat het onafhankelijk is. En je vindt het idee ook fantastisch. Moeten we kijken wat we daarmee kunnen doen. Ja, je hebt het vaak gehoord, maar ik ga echt wel wat mailen naar jou toe. Inshallah. Van anderen. Laatste vraag is, wat is jouw volgende plan? Project? Dat is een goede vraag. Ik heb echt... 10 plannen in de ijskast liggen. Same here. 100%. Ja. 10 plannen waar ik bij de NTR... Maar je bent ook een executioner, merk ik. Je voert ook echt uit als je ervan overtuigd bent. Ja, dat nee, is nee, echt nee, nodig. Ik ga met die banaan. Nee. Ja. En die 10 plannen, die liggen... Er zijn geschreven plannen trouwens, hè? Gewoon geschreven documentaires. Alleen degene waar ik nu het meest in zie... daar ga ik niet veel de tijd over vertellen, want anders dan ben ik het plan zo kwijt. Gaat over islam in Europa... en niet over geëmigreerd vanuit Marokko, Turkije of Pakistan. Maar islam zoals die al in Europa is. Honderden jaren. En dan heb ik het over etnische groepen die op gebieden wonen of in gebieden wonen. Waar je niet vanzelfsprekend islam zou zien. En daar wil ik naar op zoek. Die mensen wil ik zien, die wil ik spreken. Ik wil hun verhalen horen. Ik wil zien hoe ze leven, hoe zij hun religie beleiden. Al honderden jaren lang in Europa beleiden zij hun religie op die manier. Sinds het Ottomaanse Rijk. En dat is uit mijn hoofd zo 600, 700... een jaar of meer dan, denk ik zelfs. Ja, nee, het is ze waren 1200, 1300. Tot aan 1924, eind 1800. Dus, ja, 1924. Dat is 800, 700 jaar. Die leven dus al 800 jaar op die manier in Europa. Ja. Terwijl we vaak denken, Europa is eigenlijk altijd christelijk. Of Joods geweest, maar dat is helemaal niet het geval. Nee, zeker niet. Bulgarije zelfs, Italië gedeelte. Ja. Nou, Spanje weten we ook. Bosnië. Dus inshallah gaan we daar 2022 nog van iets op tv zien. Ik ga er niet al te veel meer over vragen, want anders denken mensen dat ze een bepaalde idee kunnen pakken. willen we niet hebben. Zo makkelijk gaat dat niet. Nee, dat is ook waar. En... als je mijn hulp nodig hebt, whatever, I'll be there, inshallah. Ik wil jou bedanken voor jouw tijd. We konden volgens mij nog al urenlang door. En ik heb toch wel spijt dat ik niet aan mijn afspraak heb kunnen houden. Om het kort te houden, vergeef mij. Bied mijn excuses aan onze zuster, aan jouw vrouw. En ik wens jou een fijne avond. En misschien tot de volgende keer. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.